De grootste uitdaging van dit stuk, van deze oefening, is dat je de grepen, de nieuwe grepen, moet onthouden. En de grepen die helpen je om de fluit een bamboe-achtige klank te geven. Dus naar de eerste toon kijken, de E. De grepen staan op je blad genoteerd. Klinkt wat weker. En als we naar de tweede noot gaan, de G. Die klinkt ook een beetje bamboe-achtig. Je moet ook toonbending gebruiken om de intonatie op orde te krijgen. Want als ik de G, de greep van de G, gewoon zou gebruiken, dan is die veel te hoog. Dus je moet een beetje naar beneden buigen. Nou, en zorg dat je eerst een beetje wendt aan deze nieuwe grepen. En dan kun je het melodietje gaan spelen. Speel eerst een keer gewoon met de normale grepen, zodat je het melodietje goed in je hoofd krijgt. En ga daarna experimenteren met het bamboegeluid. Probeer het niet te forceren, dus accepteer dat het een hele weke klank is. Probeer niet een hele diepe klank te maken, want daar is deze oefening niet voor bedoeld. Het is echt bedoeld om dat weke, dat zachte van die bamboefluit na te doen. Veel plezier!